Als patroontegel verkopen we bij Impermo niet enkel de echte cementtegel, maar ook een keramische variant. Ik ga jullie nu proberen uit te leggen wat het verschil is tussen deze twee. Ik ga beginnen met jullie uit te leggen hoe een echte cementtegel wordt gemaakt. Allereerst worden er poederpigmenten aangebracht op de mal. Dit is nog een echte mal van Impermo uit 1950, want hier werden er toen heel veel van deze cementtegeltjes geproduceerd. Wanneer de poederkleurtjes worden opgevuld in de mal, wordt de mal omgedraaid, waarna achteraf zand en cement wordt gebruikt om de tegel dikte te geven. Als alles klaar is, moet de tegel gewoon nog uitdrogen. Als finishing touch wordt de tegel nog een beetje opgepolierd om hem wat minder poreus te maken. Naast een echte cementtegel hebben we bij Impermo ook een keramische variant van 1 cm dik. Deze tegel is eigenlijk een keramische tegel waar een patroon wordt op aangebracht en achteraf wordt doorgebakken. Doordat deze tegel wordt doorgebakken, is hij minder poreus dan een echte cementtegel en zullen vlekken en olie minder snel doordringen. Hierdoor is de tegel heel erg slijtvast en zal hij ook lang meegaan in het interieur.